Hoi allemaal, leuk jullie weer te zien. Leuk jullie weer te zien. Ik heb het even hier onder me uitgestald. Ik heb hier ook nog wat. Dus ik ga er snel doorheen. Dus de eerder ben ik er. Laat ik nou eens beginnen bij Ethos. Ik heb de Ultra Normal Plus maatmand gekocht. Ik ga jullie zeggen, top maatmand. Ik ga niet meer naar de kruidvat. Want 1,75 per pakkie. Dat scheelt toch al bijna 1,50. Een voetencreme heeft Monsieur Ernst gekocht. En die was 9,99. Best wel duur geworden, moet ik zeggen. Ja, dat was de Ethos. Ja. Is zeg maar 1,75, kostte 3,50 en ik had Loyalty tweede HP min 88 cent korting, top. En de Hansaplas was 9,25. Die. Dan ga ik even naar de Acetion. Ik heb deze oortjes gekocht. En ik moet zeggen, ze zijn top en ze waren 9,99. Die. De Hema heb ik gewoon onderbroeken gekocht. Dat vind ik gewoon de perfecte. En die waren 11,50. Nou, van de katoenen. En ik ben ook naar Easy Paris gegaan, want er was 25% korting op alles. Dus ook op gezichtsverzorging. Nou ben ik bezig met Glay & Glow. En ik ben het heel keurig en nauwkeurig aan het testen. Dus ik heb zoiets, het gaat niet over één dag ijs, dus dat ga ik dus ook niet doen. Ik heb dus de sunscreen gekocht. En de vitamine C, waar iedereen zo lovend over is. Dus die. Nou, ik krijg hem op dit moment niet open. Oh jawel. Ik vind het wel goed dat ze tegenwoordig. Oh, hey beauty. Ik kan het haast niet zien. Maar wel leuk. Dus die. Daar ben ik heel erg nieuwsgierig naar. En ik weet Masha en Schoutje Sphinx. Die vinden hem ook heel erg goed. Dus als ik de andere producten ook mooi vind. En de zonnebrand, dat kan natuurlijk niet missen. En ik kreeg een mascaraatje van Dior gratis. Nou, dat vond ik wel leuk. Voor het eerste product wat ik high-end nu in huis heb. Zo ziet hij eruit. Dus ik ben wel heel erg nieuwsgierig wat jullie ervan vinden. Dus dat kan je onderop in de comments zetten. Dus die. De sunscreen was 29,99. En de vitamine C was 39,99. Ik had een voordeel van de ene op €7,49 en op de andere €9,99. Nou, dat was helemaal top. Daar ben ik blij mee. Ik ben ook naar de kruidvat geweest. Daar heb ik de nieuwe shampoo curly. Er zit nog iets aan vast. De Yari Curl Shampoo. Cleans. Hydrated. Hyaluron. Asse. Hyaluron zuur. Nou, we kunnen het allemaal lezen hier. Dus die, als ik die groene lekker vind, vind ik deze natuurlijk ook fijn. En ik heb natuurlijk de Primer Double Action Day Cream Primer.
was weer 1 plus 1 gratis. Dus ja, hey, altijd in voorraad halen. En daar heb ik nog 4 paracetamol gehaald. Kan je altijd in huis gebruiken. En ik heb ook 3 ibuprofen gehaald. Dus dat was het. De paracetamol was 1,25. De ibuprofen was 2,99. De dagcreme was 8,39. De Yari shampoo 7,99. Ik had op de shampoo 4 euro korting. Nou, helemaal top. En extra voordeel. Haha. Want ik heb zo'n kaart. Ik zou zeggen, schaf hem aan jongens. Het is perfect. En dat was het geloof ik. Oh ja, daar ben ik nog. Bij mijn eigen werk nog wezen shoppen. Ja jongens, het is zo. Weer zo ver. Maar ik vond deze onwijs leuk. Vooral die mouwtjes vind ik nogal vintage. Lekker. En een beetje spijkerblauwachtig. Lekker groot. En deze was 5,99. En dan heb ik nog zo'n truitje. Speciaal. En die was 4,99. Ja. Een leuke sjaal voor 1,95. Een grote. En nee, dit is niet de echte. Volgens ik heb kunnen ontdekken. Maar ik vond hem zo leuk, denk ik. Leuk voor op vakantie. Klein trossie. Die was 4,99 of zo, als ik het zo uit mijn hoofd weet. En het grootste klapper. Ta-ta-ta-ta. Ik heb een ei gekocht. Ik heb mezelf een keer verwend. Een keer op een high-end. Ik kon het niet laten. Ik vond het zo leuk. En ik vind die ei zo leuk. Dus ik dacht, waarom niet, Connie? Je werkt er hard genoeg voor. Dus waarom zou ik het niet doen? En wat ik nou echt zonde vind, dan hebben ze die strik gemaakt en dan kan ik hem niet openmaken. Oh ja, hier. Ze hebben het met een elastiek iets hier. Dus ik kan hem heel voorzichtig aan de onderkant loshalen. Oh, dan gaat het elastiekje kapot. Poep. Oh ja, als die hier nog maar vast zit. Dus ik hem nog maar netjes neer kan zetten. De producten haal ik er wel uit. En wat zit erin? Tada! Er zit in. Een Hair Body Mist. Een Rituals. The Rituals of Sakura. De Body Cream. Dit is de Body Cream. En dit is de Flower Show. Nou. Dat is toch zo leuk om daar zelf ook neer te zetten. Dan moet ik hem wel weer straks even in elkaar zetten. Maar dat is geen probleem. Connie is handig genoeg. En dan kan ik hem gewoon zo ideaal neerzetten. Voor Pasen. Leuk toch? En deze was 34,99. Ik dacht, what the hell? Dus ik wou zeggen, dit was mijn grote shopplog. Mijn verzamelshopplog. Oh, ik ben al wat vergeten. Ik en mijn vriendin. Die doen altijd cadeautjes aan elkaar. Ik maak er een leuk tasje van of een dingetje. Dan kreeg ik van haar, want ze weet dat ik gek ben op geurkaarsen. Deze grote. En hij ruikt zo lekker. Heerlijk, dus. Hier ga ik echt van genieten. En ik denk dat ik hier dan allemaal kwast in ga doen. Maar dat weet ik nog niet zeker. Of een plantje, of een bloemetje. Het kan allemaal. En dan heb ik ook mijn favoriete geur. Deze van een kruidvat. Maar daar heb ik ook even wachten. Want dan moet ik weer even omhoog glimmen. Deze kleintje, daar ben ik dus wel aan de rand. Maar zo lekker. Die
En ze weet dat ik met make-up bezig ben. En net zo goed als YouTube's. Ze kijkt ook altijd mijn filmpjes. Iris, dankjewel. Ik ben daar echt zo blij mee. Deze mooie kwast. Nou, daar ben ik heel erg blij mee. Zit ook in een heel mooi hoesje. Die doe je dan dicht. Moet je er wel goed in doen, Connie. Zo. Nou, is toch te schattig. Ik vind het wel leuk, want dan kun je makkelijk mee op reis nemen. Dan heb je altijd een doosje erop. En dan komt het niet in de war met de andere producten. Dan heeft ze ook nog in een tasje een planner gedaan. Kan ik tenminste mijn rozers inzetten voor mijn werk. Nou, dat heb ik dus al gedaan. Zoals je ziet, dus ik heb hem wel ingebruikt. Maar ik heb er heel even mee gewacht om in mijn tas te doen. Dus nu gaat hij echt in mijn tas. Ik heb hem altijd bij me. Een notitieboek. En Winnie de Poel. Ik heb zo'n zakker van Winnie de Poel. Neemt u me niet kwalijk. Als grapje. Serieus. En ik moet zeggen, Action was vroeger goedkoop erin, maar nu ook niet meer. Maar gewoon 6,99. What the hell? Wat is er gebeurd met de prijzen, mensen? En ik slik tegenwoordig ook medicatie. Voor degenen die het nog niet weten. Ik had al licht astma, maar dat was heel lichtjes. Door de COVID is het ietsje meer aangewakkerd. Dus ik heb nu ook anti-allergie tabletjes. Zoals voor stof, hooikoorts en dat soort dingen. En een neusspray. En dan heb ik gewoon nog vitamine. Dus dit kwam goed te pas. Ik ben daar zo blij mee. Dat waren mijn gekochte en gekregen dingen. En ik moet zeggen, doe een duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal. Druk op het belletje. Blijf je altijd op de hoogte. En de dinsdag en de donderdag probeer ik altijd filmpjes online te krijgen. Ik heb er al een heleboel al gepland staan. Dus daar ben ik blij mee. En ik zou zeggen, dikke kus van mij. Nog een dikke kus van mij.